In het kader van result management en gender equality heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken onlangs een driedaagse workshop gehouden. Daarmee wil het ministerie een eerste aanzet geven om het bewustzijn over gendergelijkheid onder de samenleving te bevorderen. Aan deze workshop hebben de gender focal points van alle ministeries en leden van de werkgroep van het bureau gender aangelegenheden deelgenomen. Ze konden op deze manier vertrouwd raken met het concept van resultaatgericht management. Tijdens de workshop kregen zij ook informatie over de gaps met betrekking tot gendergelijkheid. Vice-minister Mike Nursalim erkent dat het geen gemakkelijke taak is om als gender focal point te dienen en als nationaal werkarm. Gendergelijkheid voor het hele land te helpen bereiken. En gender focal points hebben naast de eigen functie een hele nieuwe reeks van verantwoordelijkheden, taken en taken die vaak genoeg ook geen deel uitmaken van hun regulier werk. Je kunt het zelf beamen, we zien het allemaal, hoe soms het van het een naar het andere rennen is. En vaak zijn GFB's, ik zal het zo makkelijk zeggen, niet formeel opgeleid in genderkwesties. Nog hebben zij noodzakelijkerwijs in het gebied gewerkt of zich vertrouwd kunnen maken met de relevante literatuur. Dat maakt het uitvoeren van de opdracht ingewikkeld, doch tegelijkertijd zeer uitdagend. Uitdagend omdat, ondanks de vele inspanningen van de overheid, NGO's, bedrijven en individuen. De bewindsman zegt verder dat de gewenste gendergelijkheid nog niet is bereikt. De gender focal points en de bureaus genderaangelegenheden zijn daarom in de juiste positie om gendergelijkheid te bevorderen. Zij kunnen ministers, hun landelijke en regionale afdelingen, andere overheidsinstellingen, scholen en de universiteit, dit is om slechts een paar op te noemen, mobiliseren om de bevordering van gendergelijkheid op een bredere platform te plaatsen. En dat is noodzakelijk. Maar bij het mobiliseren van organisatie en individuen willen we graag positieve resultaten zien. Wie dan niet? We willen graag dat het gaat van negatief naar positief. Doch die barrières om dat doel te bereiken is van vele aard. Minister Mike Nursalim van Binnenlandse Zaken. Hij sprak onlangs tijdens de opening van een driedaagse workshop over de bewustwording over gendergelijkheid.